Goedemiddag iedereen, daar ben ik weer, Zelda Play 20. Terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. En het werd een keer tijd. Oké, ze is boos. Ik ben bang dat we toch een helppotie nodig gaan hebben. Ja, Zazu was heel erg leuk om te doen. Want Zazu was een soort... Ja, doe even! Hey, op poten! Magikarp! Jackson! Het is heel erg gezellig. Er kunnen misschien nog meer komen. Echt, wow, gezellig jongens. Gewoon wauw. 3000 subs. Ik zag het niet aankomen. Jongens, ik ga het meeste cliché doen wat iedere YouTuber op dit moment al gedaan heeft en nog vaker zal doen. Omdat als wij zeggen wij kunnen jullie niet vaak genoeg bedanken, dan menen wij dat ook. Wij kunnen jullie niet vaak genoeg bedanken. Alle support die jullie ons geven is gewoon geweldig. Elke keer als ik op mijn werk ben, eventjes comments kijken. Zoveel leuke reacties die ik dan binnenkrijg. Zoveel vraag van, oh, komt er weer, wanneer komt de volgende video? Tot mensen uitkijken naar de volgende video, dat is gewoon echt geweldig. Dus ik wil jullie enorm bedanken voor die support. Jullie betekenen echt heel erg veel voor mij. Dus ik zit hier ook even, nou, als Mario, speciaal omdat de ene helft heeft mij ontmoet, zeg maar, via de YouTube-video's. De andere helft heeft me ontmoet bij evenementen als de Nederlandse Mario. Tenminste, ik denk ongeveer 50-50, ik weet niet zeker, maar goed. Dus, ja... Ik ga jullie iets vertellen over hoe dat ik eigenlijk een beetje ben begonnen met YouTube. Let's Plays moet ik zeggen, want YouTube is niet alleen games. YouTube is heel erg groot, dus maar goed, met Let's Plays dan. Toen ik 12 jaar was, zal nou ook geprojecteerd worden achter mij op het groene scherm. Toen heeft mijn moeder de camera gepakt en toen was ik Medieval aan het doen. PlayStation spel die ik volgens mij vorig jaar heb gedaan. En die was dat toen aan het filmen, maar die vond dat zo knap dat ik daar zo snel kon met al die knopjes en al die eindbazers. Die heeft dat toen gefilmd en zelf was ik al vrij snel met spellen, want ik speelde The Legend of Zelda al uit toen ik in een jaar of 4-5 was. Dus iedereen kan dan schreeuwen, nerd! Ja, ik was een behoorlijke videogame nerd in mijn jeugd. Maar ik was ook heel erg in het entertainen en voice acten en noem maar op. Zoals velen van jullie weten, grote voorbeelden waren van mij Paul van Gorinchem, Carlo Boshart met voice acting, vooral met Bittere Tijden toen die tijd. Dus dat waren echt een paar jeugdhelden van mij en die heb ik dus altijd als voorbeeld genomen. En de eerste stemmen die ik ook eigenlijk zeg maar een beetje kon nasynchroniseren of een beetje na kon doen, dat was dus van Carlo Boshart, bijvoorbeeld de Arnie van de Nationale Postcode Loterie. Of Meta van, hallo, ik ben Meta, ik ben eigenlijk een man, ik heb zoveel ellende meegemaakt, ik ben eigenlijk een man, mag ik maar meedoen met deze serie? En ja, zo later ben ik toen eigenlijk een beetje verder gegaan met mijn eigen stemmen, dus toen heb ik zelf stemmetjes verzonnen, zoals jullie kennen, de Johnny stem bijvoorbeeld. Ja, je moet er wel meedoen hoor! Dus, het ergste is, zo zit ik ook voor mijn microfoons. Dus, waarom ben ik dus een Let's Player geworden? Toen ik dus hoorde dat het mogelijk was dat je videogame... Zeg maar, kon opnemen en audiocommentaar kon doen naar mijn eerste Let's Play. Echt, was rampzalig, daar ben ik heel eerlijk in. Maar... Oké, let's try my first Let's Play game, starting with Magnet Man. I just tried it before, but I had some sound difficulties. So, I have to try it again. Magnet Man stage. Very easy to dodge this. Zo ben ik een beetje zeg maar YouTube gerold. Ik ben bij mijn vader gekomen. Ik heb daar toen een tijdje gezeten. Ik heb daar toen een beginnende PC. Volgens mij was dat toen op Windows XP nog. En toen editeerde ik de video's die deed ik toen met Movie Maker. En later had ik dan zeg maar zo'n klein kamertje. En daar maakte ik dan een studio van. En dan was ik daar aan het opnemen. Ik heb daar gelivestreamd. Ik heb daar heel veel mensen ook ontmoet. Zoals bijvoorbeeld, zoals jullie nou kennen, Doomy en Invadotech. Mijn Engelse maten, eentje is volgens mij Amerikaanse, andere is Canadees, maar het maakt niet zoveel uit. En later natuurlijk de Towler die ik heb ontmoet. En dan natuurlijk met de Towler kwam ik dus achter. Ontmoette ik Leroy, Erwin, Marco. Echt ondertussen de hele handdoekcrew Xiaoni. Dus ja, zo ben ik een beetje in YouTube gevonden. Dus mocht je nou wat meer vragen hebben, het is een tijd geleden. Q&A heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Dus
Q&A staat voor question and answer. Dus in het Nederlands vragen en antwoorden. Dus ja, zou je weer een keer een vraag en antwoord willen hebben? Ik zou zeggen, stel je vraag hierin en dan komt het binnenkort wel weer ergens. Ik zeg binnenkort, maar ik durf dat niet echt met zekerheid te zeggen. Dan komt er dus zeg maar een video met alle antwoorden, met jullie vragen zeg maar. Dan moet je vragen in beeld geven met een antwoord op. Hopelijk wel wat sneller als de vorige video, want serieus, ik erg het op eigen groen en geel, niet aan de vragen, maar aan mezelf. Ik bedoel, dan krijg ik een vraag en dan bleef ik over doorleuteren en dan dacht ik bij mij eigenlijk, kom op, we hebben het antwoord, we hebben de volgende vraag. Dus ik leer van mijn eigen video's fouten, dus ja. En, voordat ik weet trouwens niet wanneer dat deze video klaar is, want op het einde van deze video, na deze ramble, komt ook nog eens een keer het funny... Ja, jullie hebben wel waarschijnlijk ergens een annotatie gezien of staat ergens onder in beeld, maar... er is dus zeg maar de funny moments part 2 van de Modern Survival. En die komen speciaal van jullie af. Ik heb in mijn 8 jaar op YouTube heb ik gevraagd van wat was jouw leukste momentje. Ik heb enorm veel reacties binnengekregen. Ja, ik heb heel veel reacties binnengekregen, maar ik heb daar ook een handvol scènes van gekregen wat jullie favoriete moment was. Dus die komen nou dadelijk achter deze video aan met het, jullie funny moments. En misschien dat er een paar extra editjes in zitten. Het zal niet zo zijn als de eerste funny moments, omdat ik heb daar echt helaas geen tijd voor om zoveel editwerk erin te gooien, omdat ik wil toch dagelijks kunnen uploaden. Dus met dat gezegd hebben, ik kan jullie niet genoeg bedanken. En ik zou zeggen, iedereen die roept er nou van op naar de 4000. Maar ik zeg, laten we een stapje hoger gaan. Ik zou zeggen, op naar die 5000. Mooi rond getal voor de volgende celebration video. Dus ik dank jullie enorm voor het support. En sorry dat ik hier nou gewoon zo zit te rambelen. Ik heb echt geen woorden voor. Ik moet zeggen, jullie zijn een geweldig publiek. En geven mij ook elke dag weer de motivatie om weer een nieuwe video op te nemen, te bewerken en noem maar op. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Veel plezier met de funny moments van de Modern Survival. En misschien komen we jullie wel weer een keer tegen bij een nieuwe YouTube gathering of een first look of bij een ander evenement. Wie weet. Ik bedoel, ik ben nog niet van plan om te stoppen. Nog langer na niet. Dus met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken alvast bij deze video. En hoop ik jullie te zien bij de volgende. En voor nu, veel plezier. Modern Survival Funny Moments Part 2 jullie gekozen hebben. Veel plezier! Doei! Die moet er gewoon bij, hè? Oh.